Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft vandaag voor de Raad van Ministers uitgelegd waarom hij, de president en de vicepresident afwezig waren bij de laatste openbare DNA-vergadering. We hebben het besproken, het gaat niet meer gebeuren. Want we begrijpen wel dat er natuurlijk een verantwoordelijkheid is van de regering naar het volk toe, vertegenwoordigd door de leden van de Nationale Assemblee. Er was een onfortuinlijke samenloop daar, waarbij de regeringstop bij elkaar was. En daardoor waren die dingen liepen samen. Maar we zullen een betere planning maken. Ramdien ging niet verder in op het vraagstuk. De minister zegt dat Suriname een goede beurt heeft gemaakt op de Dubai Expo 2020. Volgens hem is er bijzonder veel interesse getoond voor wat ons land heeft gepresenteerd. Ik moet één ding zeggen. We hebben van alles wat ik hoor en de verslagen die ik kreeg. Ik heb gisteren weer een verslag gekregen van personen die zijn geweest. Hun eigen persoonlijk verslag. Het is allemaal indrukwekkend geweest. Van beide kanten. Dus Suriname als land staat echt op die map en heeft de aandacht. Wat de mensen heel nadrukkelijk heeft aangetrokken is onze diversiteit, ons milieu en ons binnenland. En dat is belangrijk als een entree, want dat betekent dat mensen dan aandacht voor je krijgen en ook meer willen weten. Maar daarnaast, ook op zakelijk gebied is er veel afgesproken en afgestemd. Een paar sectoren die nadrukkelijk naar voren komen. Het eerste is de kwestie van olie en gas natuurlijk. Daar bestaat wereldwijd interesse voor nu. Daarnaast op het stuk van voedselveiligheid en waterveiligheid, dat is er bijgekomen. Al deze landen hebben water nodig. Ook tijdens het gesprek met de Saoedische minister van Staat afgelopen weekend is dat nadrukkelijk aan de orde geweest. Ramdien is van mening dat als de olie- en gassector tot ontwikkeling wordt gebracht, Suriname in de schijnwerpers komt te staan. Dit zal een positief effect hebben op de toerismesector, waar Suriname ook een heleboel te bieden heeft.